Ik heb dus de opdracht gekregen om de perfecte finishfoto te gaan maken. Enig probleem is dat ik niet kan fotograferen. Greg, er zitten alleen nog wel een paar overbelichten tussen, maar ja. Ik denk dat ik ze erop heb staan. Niet gek, toch? Goedemorgen vanuit Bourg en Bres. En vandaag hebben we een belangrijke taak gekregen vanuit het peloton. Hey Pat, I have a good feeling today. Can you maybe make my photo finish of today? Ik heb dus de opdracht gekregen om de perfecte finishfoto te gaan maken. Enig probleem is dat ik niet kan fotograferen. En daarom heb ik contact gezocht met Joris Knapen, fotograaf in deze Tour de France, die mij vandaag gaat helpen. Want dat ga ik wel nodig hebben. Hey Bas. Goedemorgen. Dus we gaan voor de finishfoto. Nou, dat is het uiteindelijke doel. Ja. Maar ik denk dat ik wel wat oefening nodig heb gedurende de dag. Oh ja, de camera. Oh ja. Je moet niet vergeten dat dopje eraf te halen, hè, als je een foto maakt. Staat hij wel aan? Oh, nee, nog niet. Nu wel. Daar komen de auto's. Oeh, ja, de fiets van Lukashenko. Ja, ja, hij is eruit. Hij staat erop, Dit is toch een leuke interactie, toch? Fantastisch, Bas. Ja, ik heb hem. Dat zijn een goedemorgen shot. Alsof hij net is wakker geworden. Okay. Die auto komt daar. Ja. Of wanneer is voor jou de foto interessant? Ja, eigenlijk zo schuin van voren. Let op, volgen. Bam! Maar dan ben je te laat, want nu heb je dus niet de koplamp, zeg maar, niet het gezicht. Gaat goed, toch? Ja, zeker. Ties! En dat handje, ja, heel goed. Pollet. Deze gaan we pakken, jongens. Oh nee, dat is nog niet Pollet, wacht. Daniel Martin, op mijn lens. Daniel! Hij geeft geen fuck. Dimitri! Ja. Niels! Ja. Yes, ik heb hem! Greg! Ik had hem weer, hoor. We hebben nu echt een goed plekje bemachtigd. Ken ze niet? Oh ja, Peter. Daniel. Lucas! Ik had hem, denk ik. Thibaut! Deed hij het handje? Hij deed het handje, hè? Ja, ik heb het handje. Even een nieuwe profielfoto schieten voor Oliver. Ja, ik heb hem, hoor. Oké, we moeten weg, want we moeten ook nog langs het parcours. Dus we moeten voor de start moeten we uit. Ik heb wel het gevoel dat ik de camera al ietsjes beter onder controle begin te krijgen. Er zitten alleen nog wel een paar overbelichten tussen, maar ja. Oh, wacht. NOS moet ook op de camera. Oh, nu moet ik even inzoomen, hoor. Ik ben fotograaf vandaag. Dus dit gaat de plek worden op de knieën in een weiland. Goh, ik krijg last van mijn rug. Wat mij mooi lijkt is die paal die daar staat, die elektriciteitspaal er net op met die mensen die erbij staan. Ja. En dan zie je daar zo de eerste paar renners. Ik denk dat dat een heel mooi beeld is met die bergjes op de achtergrond. En als ze langskomen is het toch gewoon vol rammen op die knop? Ja. Niet nadenken, gewoon terug. Oh, je moet wel meesturen. Je gaat wel mee, ja. Okay. En nu begin je met foto's weer bam. Oké. Okay. Oh, er komen renners aan. Oh, dit gaat snel. Oh, super. Ik zei toch dat ik het kon, Matthias. Oh, we moeten gaan. De eerste foto's staan erop vanuit het weiland. Het zijn wel een mooie plaatsen geworden volgens mij, hè? Ja, oh, wat mooi. In zijn eentje. Dit klinkt heel gemaakt. Oh, wat mooi. Nee, echt. Kijk eens goed. Oh man. En nu zijn we onderweg naar plek 2. Ja. En dat is... Met speling van 3 minuten gaan halen of niet gaan halen. Ja. Spannend. Maar kijk naar de foto. Ja, dat kan ik niet, man. Dan word ik wagenziek. Komt ie. Oh. Goh, wat een klikken, man. Echt wel, we kwamen de auto uit 5 seconden. En nu gaan we door. Hij staat erop, hoor. Stappen. Maar hij is niet gek, toch? Nee. Het is toch een lekkere plaats, dat zeg ik het zelf. Als je hem een beetje bijknipt, dan is het helemaal prima, natuurlijk.
Bijknippen? Is hij niet goed dan? Ja, hij is goed. Hij is zeker goed. Maar als je nou het onderste stukje weg zou halen en je zou hem zo lang maken... Dus je zegt eigenlijk dat hij nog wel mooier kan worden dan dat je hem hier al ziet? Ja, natuurlijk. Dat is goed nieuws. Oh, hier. Ik heb gewoon Quintana. Die is zo klein en die heb ik erop. De laatste locatie, laatste kans om te oefenen voor de finishfoto. Hier komen ze langs en vanaf hier is het straks nog 20 kilometer naar de finish. Ik ga nog één keer kijken of ik een goede shot kan maken om te oefenen. Gaat het goed, Joris? Move! Oké, nu moet gebeuren. De laatste kans om te oefenen. Peloton komt eraan. Ja, daar komen ze, daar komen ze. Ja. Sam Bennett, de groene trui. Go. Naar de finish. Deze is goed, toch? Als je dit nou zo de finishfoto kan maken, Bas. Dan ben je trots? Dan is het meer dan trots. En nu op weg naar de finish, hè? Ja. Nou, dat is het moeilijkste, hè? Dat is een van de moeilijke onderdelen. We zijn aangekomen bij de finish. Ik vind dat we een goede plek hebben. Tussen de finish en de 25 meter. Enig probleem, het is vrij druk. Dus ik moet straks ergens met mijn camera ertussen gaan gooien om die foto te kunnen pakken. Alleen het is wel echt druk. Ja, ik heb wel veel geleerd vandaag van Joris. Ja. En Joris zei dat ik hier moest staan. Ik mocht niet verder. Kijk, en Joris is daar opgeklommen. Ja, ja. Oh ja, aanzetten. Ja, nu moet het gebeuren. Dit is het lastigste, want hier komen ze met de hoogste snelheid aan. Ja, hier staat druk op de schouders. Ja, ik moet me er straks even ergens tussen vormen. Dat doe ik op het laatste moment, dan spring ik ertussen. Ze zijn er bijna hoor. Ze zijn er bijna nog een paar kilometer. Oké, Surikrach Andersen rijdt ruim op kop. 40 seconden voorsprong als ik hem maar goed op die foto krijg. Sorry, can I just go? Du classement de cette 19e. Et en TP Nultiplice en France. Le triomphe du coureur danois de 26 ans. Il remporte le bien. Ja, 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 ja. Ik denk dat ik hem heb hoor. Ik denk dat ik hem heb. Nou, wat heb je voor gemaakt? Ik denk dat ik ze erop heb staan. Niet gek toch? Beetje uitsnijden. Goed gedaan. Nou ja, dus is dat challenge geslaagd. Een beetje knippen en plakken. Je hebt een hele mooie finishfoto. Ja, het is maar goed dat je niet doorscrollt. Want? Wat zie je dan? Ja, niks. Continental reclame. Oh, net niet. Wat is het eindoordeel? Wat kunnen we samenvatten van Bas als fotograaf? Dat hij een gouden toekomst tegemoet gaat als fotograaf. Maar dat hij nou wel eventjes wat moet oefenen. Bas? Ja, ik zit nog even te kijken naar mijn finishfoto. Maar Bas, wat voel je er zelf van? Ja, ik heb een leuke dag gehad. Ja? Ik heb denk ik wel een paar mooie kiekjes gemaakt. Heeft Joris een leuke dag gehad? Ik moet zeggen, ik had Bas iets enthousiaster verwacht. Hè? Ja, een klein tikje enthousiaster. Ik ga ervan uit dat hij goed geconcentreerd bezig was. Ja, dat zou het zijn. En 3 weken Tour de France gaat ook niet in de koude kleren zitten. Erin, hè? Maar ik vond het echt heel erg leuk dat je een dagje mee was. We hebben echt naar uitgekeken en superleuk. Nou, dankjewel. Nou, vond jij deze video net als Bas ook superleuk? Kijk dan mij op Instagram. Ja. Oh ja, en ook niet even vergeten te abonneren op dit kanaal. En dan zeggen we au revoir vanuit. Waar zijn we eigenlijk vandaag? Campagnolo. Campagnolo. Ja.